Mijn stuk heet Daedalus en Icarus, naar de mythe van Daedalus en Icarus. Ik heb het stuk gemaakt op basis van de versie die Ovidius geschreven heeft in zijn Metamorphoses.
Dat hebben wij gelezen in Latijn. En dit jaar doe ik geen Latijn meer. En om dat toch een beetje af te sluiten, heb ik daar nog een stuk over geschreven. De mythe gaat over Daedalus en Icarus die vastzitten in een doolhof. En de enige uitweg is de lucht. Maar omdat Icarus te dicht bij de zon gaat vliegen, ja, dan stort hij neer. En dat is het. Ja, sterft hij. Heel het ensemble, behalve de zang, heb ik gebruikt. Omdat de zang, dat maakt het trek zo specifiek. En ik wil het wel een beetje minder benoemd maken. Een beetje, zodat je het zelf kunt interpreteren zoals je wilt. En ja, voor de rest heb ik alle instrumenten gebruikt. En ook zeker de fluit en de piano in de hoogte om het vliegen van Icarus aan te geven. Als het hoog is, dan is het Icarus. En als het meer laag is, de klarinet en de altviool en de cello, dat is Daedalus dan.